Daar sta het voor. Silver Tempest, gloednieuwe set. Sinds vorige week vrijdag uit. Oh, hij is net op tijd voor de Silver Tempesting. Ontverring. Oké, nou succes nog. Kom straks even kijken. Topping 1. En daar heb je dat precies voor de ding. Tijd voor de pack opening. Tijd voor de pack opening. Dit is wel fijn. Fijn. Zieking. Heel zieking. Wat is voor mij makkelijk? Dit is voor mij makkelijk. Oké, we hebben zo'n... God, zo erg wat randje. Zo'n vette vulpixing waar we mee beginnen. Wat is jouw favoriete vulpix? Dat is wel waar. Er is niks aan gelogen. Het is zelfs de pre-evo van mijn tweede favoriete Pokémon. Nou, dat bedoel ik dus ook zeggen, toen dacht ik, dat is volgens mij niet waar. Ja, dat is wel waar. Nou, ik wou dus zeggen dat dat een van je favoriete Pokémon was, maar ja, dat is bij Vulpix niet waar, denk ik. Nou, die is ook gewoon vet. Hoort bij dezelfde line, hè. We beginnen, de eerste van de pack-opening, met een Lightning Energy. Een Glalie. Candice. Brr, die is cool. Crocorock. Pikachu. Ponyta. Feathernet, Dewpider, Spinda, Reverse Hollow Dewpider en een Amoongus. Yo, kind of sus. Nu gaan we een pakketje openen met een Lugia drop. Is dit de power up? Nee, want deze Lugia staat al langer dan 2 seconden op. Ja. En daarom moest je zo snel weg bij de power-up. Hij moest naar de Pokémon TCG. Nou, dat kan hier beter zijn dan in de power-up. Kut film. We hebben hier zo'n Fighting Energy. Gym Trainer. Curlia. Venomoth. Mistrievous. Swablu. Swirlix. Rotom, Dreepy, Reversal of Pharaoh's Seed en Gardevoir. Nice. Ik heb wel wat dingen van die. Ja, ik heb een Shiny Floette. Verder niet. Ik kan geen Apple in krijgen. Nee, Sander lukt het niet om een Apple in te krijgen. Maar voor de rest, nee. Verder geen bijzondere dingen, nee. En Fire Energy. Wacht, waarom staat hij op 23 uur? Nog 23 uur te gaan. We zijn net de laatste 24 uur ingegaan. Ja, ik dacht, waarom staat hij op nog? Anorith. Unidentified Fossil. Oh. Smurgle. Litten. Petalil. Chinchou. Oh, dat is van die problemen maken, daar houdt hij van. Ferroseed. Ferrothorn. Wow, dit is een vette Ferrothorn art. Ik zie Ferrothorn art, maar... I do Bullet Seed. Ja, dat zie ik. Ik zie de Bullet Seed wel. Ja. En een holographic Rapidash. Problemen maken. Nu hebben we zo'n Reggie Draco pakketje. We hadden net trouwens een Reggie Lackey pakketje. Dit is de bane of Paddy's existence. Ja. Zij ze in Core. In Core? Is het een energy? Het is Behem. Het is Sigalith. Het is Golbat. Het is Baltoy. Sunkern, Vampy, Indeedee, Marini, een Reverse Hollow Fletchinder en een Braviary. Hisuian. Een Hisuian Braviary, inderdaad. Ik krijg alweer zijn favoriete vulpix. Dat is niks aan gelogen. Dratini. Wat? Dratini. Die komt er zo aan. We hebben een Metal Energy. Toxapex. Leventen. Draglock. Dratini. Klink. Stunfisk. Tokudemaru. Nee, Esper. Reverse Hollow Amoongus. En oeh, een Skuntank V. Als je kan die veel waard zijn? Nee. Het is een gewone V-kaart, dus denk het niet. Maar ik weet dat Satyun V in het begin van Sword and Shield, die was ook heel veel waard, omdat die heel veel gespeeld werd. Nou, dat zou kunnen. Maar... Toen speelde ik natuurlijk ook nog wel wat TCG online. Mm-hmm. Ze hebben die game is nog niet uit, hè? De nieuwe versie. Ik denk dat er laatst prong op die koontje en toen dacht ik, kut, nu start die op. Mm-hmm. Toen was ik er zo benieuwd of hij het nog deed. Maar ik had eigenlijk niet. Ik denk, want hij doet het wel gewoon, toch? Dus ja, dat weet ik niet zo goed. Er zou een nieuwe uitkomen en die is nog niet. Mm. Water Energy. Glalie. Candace. Krokorok. Snorunt. Sandile. Fennekin. Lijp Murkrow Flavor. Beldum. Oeh, deze reversal op Pikachu, eerlijk? Die kan best wel waar zijn omdat het een Pikachu is. Oprecht? Ja. Dat was ik. En een Milotic. Ik vind die Pikachu ook nog wat chill. Dat is ook nog wel een goede, een mooie kaart, ja. Ja. Klopt. Als Pikachu of Charizard op een kaart staan, dan kan die altijd veel waard zijn. Hoe kan het anders? Je hebt ook namelijk gewoon collectors die elke Pikachu kaart willen, zeg maar. Ah. Ik wil elke Tyranitar kaart. Hebben jullie die ook? Mensen die dat doen? Nee. Dark Energy. Stonejourner. Ik ken iemand die 2 van die shinies heeft. Echt? Ja, jij toch? Ferrothorn. Jinx. Emolga. Meditite. Durant. Ralts. Fletchling. Ing. Hallo? Reversal of Fletchling. Oeh, een full art Mawile. No. Deze is heel vet. Heel ziek. Dit is een hele vette kaart. Kan die ook full art Mawile. Hij ziet er wel uit alsof... Die, ja. Dit is een hele vette kaart. Kunnen ook wel wat waard zijn, toch? Of niet? Kan. Het zal niet superveel zijn met de Mawile. No. Maar wel een hele vette kaart. Terwijl Mawile is ook best wel vet. Vind ik. Wat? Terwijl Mawile is ook best gewoon een vette Pokémon, ja. Zit niet in Scarlet and Violet. Tenminste, nee. Nog niet. Denk ik niet. Dat hadden we hem vast wel gezien. Jij bent hier de Pokédex master, dus jij zou dat moeten weten. Nou ja, ik heb nog niet... Ik heb nog niet de helft. Mm-hmm. Ja, ik ben over de helft misschien. Grass Energy. Metang. Anorith. Unidentified Fossil. Venonat. Dewpider. Spinda. Feebas. Noibat. Reverse Hollow Serena. En Phyrexian. Phyrexian? SMS Phyrexian. Naar? Naar Phyrexian.nl. Nee. Nee, dan moet je zeggen 06 93 93 of zo. 6969. 69, dat is beter. Ja. Die past ook meer bij Phyrexian. Oeh. We hebben zo'n V-Star kaart. We hebben een Clang. We hebben een Emergency Jelly. Een Raquanid. Drowsy. Growlithe. Misdreavus. Wilmer. Light Murkrow Flavor. Wow! Alternate Jinx art? Alternate art Jinx. En een Archeon. Met Lucian denk ik, of niet? Bla 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 bla. Yeah. It is an alternate art jinxing. Nice. Een hele aparte kaart dit. Hij is wakker. Kind of wakker. Oh jezus. Dus hoe hard heb ik vannacht gesnurkt? Heel kort. Nu wel. Decent. Wat is dit nou? Dat is een holographic art jobs. Nice. En dat moet jij je penny. Ik ben ook met een kwartiertje van kotsen. Ja. Dat is een shiny Pokémon. Shiny Pokémon? Ja. Ook roze, ook was het nou? Nee, dat was geen roze. Waarom zeiden we dan dat is van de roze? Omdat Barry die Palmy, die is ook roze. Oh ja. Maar ik had shiny Floette. Die jij nog van. Ja. Milan heeft een shiny gevangen? Ja, shiny Floette. Nice. Dat is 3 van 4. Mhm. Ja. We hebben nog een dag, Sander. Het kan nog, het kan nog. Doxapex. Professor Leventon. Draglock. Pedalil. Chinchou. Chinchou, problemen maken, daar houdt hij van. Ferroseed. Pikachu. Ponyta. Reverse Hollow. Niet zo fijne Vulpix. En Cobalion. Ja, en dat in een pakje waar wel fijne Vulpix op staan. Ja. Yeah. Maar hij is wel een AD. Welke zou hij niet veel pixel. Welke TCG zou eigenlijk nu opgenomen worden? Weet iemand dat? Oh, wil je die hierna meteen opnemen, denk je? Nee, het was Dark Blaze. Oh, ja, Darkwing Blaze. Ja, dat. Ja hoor. Ja? Ja hoor. Wakker en genoeging voor de TCG. Ja. Altaria, Lance, Fletchinder. Hè? Nee, niks. Ik weet nog niet wat het is. Ik wou iets spoilen van de anime. Wilmer, Dratini, Feebas, Vulpix, Reverse Hollow Candace en Fionn. Het is ijskoud. Candice. Het is wel ijskoud, ja. Ik denk dat Niels het liedje zong dat hij dacht aan Candace van Diamond and Pearl. Het is ijskoud. Ik denk het ook. Ik denk ook dat ze squaffets in haar broek heeft. Ja, dat moet wel. Nee. Het is een Fire Energy. Maar dat komt allemaal omdat ze een titelsong aan het maken waren. Ja. Dragonair, Toxicroak, Jinx, Stunfisk, Togedemaru, Esper, Smeargle, Litten, Reverse Hollow Primordial Altar en Victini. Dat betekent ook dat Sander's favoriet een Pokémon is. Als er iets in de ring zit. Ja, Incineroar. Ja. Oh. Starkhead. Nee. Ja, die hebben we niet gezien, Starkhead. Nee. We hebben een Energy, Wallace, Lantern, Brandon, Halucha, Togedemaru, Pedalil, Pikachu, Growlithe, Reverse Hollow Rufflet en een Ursaluna V. Ook wel ziek. Ook wel ziek. Wil je hier zitten, Nando? Ja. Dat kan gewoon. Ja, ik zat de dingen te lezen. Oh, oké, nee, ik dacht van als je daar hierop wacht of zo, dan. Nee. Okay. Ik zat gewoon even op de telefoon even te lezen. Kijk, is dit die van mij? As long as you knowing, that you miss it. Gregory, ja, deze is van mij. Ik heb 17 van de 18 challenges gedaan inmiddels. In de Pokémoning. Werd je doorgeschoten? Dat klopt, ja. Weet je wat de tactic is? Een outbreak doen van Pokémon tot level 40 en dan een Pokémon vooraan die super effect heeft. En dan level je echt super snel. Opeens waren allemaal Pokémon's level 60. Ging echt super. Ja, auto battle of? Ja, via de Let's Go feature zeg maar. En als je een outbreak doet, dan heb je dus meer kans op shinies. En die respawnen de hele tijd totdat er 120 zijn geweest zeg maar. En tussen de 60 en 120 heb je de grootste kans op shiny. Nou, de bal van, maar het is niet zo heel moeilijk. Energy, Raichu. You will explain it again with the Sandering. Het is de Torracading. Nice. It's me. Pallas. Nee, jij bent slecht, man. Nee, dat is waar. Durant, Ralt, Fletchling, Dratini, Klink, Reverse Holophanic in. Hey, een Rainbow Candace. Het is ijskoud. Zij van die regenboog acorns in de broek. Zij is inclusive. Ze heeft inclusive in de broekie. Dus we gaan acorns in de broekie. Tientje? Het enige wat bij haar in de boek komt. Oké. Tientje voor een trainerkaart is best wel maai. Ik denk dat het duurste kaart is en hij zegt episch. Ja? Oh, dat is Shadow Lugia. Lugia? Nee. Dat is de duurste kaart. Ziet hij uit als Shadow Lugia toch? Wow, die is heel ziek. Is dat het duurste? Maar is het gewoon een V-kaart? Of is het een alternate art? Dat is een alternate art waarschijnlijk. Mm. Oké. Die is echt wel vet. Want die hieronder is normaal Lugia, maar normaal de gouden. Oeh, maar die is ook heel ziek. Ja, dat verschil. 60, 2, 0, 5. Ja. Als je nou even die bovenste pakt, zou je dat willen doen voor mij? Ja, dat wil ik wel even doen voor jou. Oké, okay, hou ik je aan. ik heb wel de leemste rainbow gepakt die je kan pakken, denk ik. Candace. Ik weet niet wat welke rainbows je nog meer kan pakken. Ik kan niet op kruipjes sorteren. Oh. Gym Trainer, Curlia, Venomoth, Zubat, LGM, Fungus, Sandygast, Relicanth, Miss Maggie. Huh? Oh, oh mijn god. Wajoing! Hij plakte eraan, het was een full art Ryan. Ik dacht even dat het zo'n Ditto was. Dan heb je toch ook ineens zo'n pack dat je die eraf kunt trekken en dat het dan een Ditto is ofzo. What the fuck? Okay. Het lijkt net een Shiny Ryan met die sterretjes. Ik weet niet hoe zijn naam typt. R-A-I-H-A-N. R-A-I. Hij is wel een beetje gebogen, zie je dat? Ja. Dat komt ook omdat hij bleef plakken. Fuck. Komt dat vaker voor? Nee, dat heb ik nog niet eerder gehad. Ik laat je straks trouwens wel eventjes, leg ik wat beter uit hoe die shiny dingen werken. Ja. Want dat is echt wel de moeite waard om te proberen, ook om gewoon Pokémon te levelen. Nice. Oh ja, dat is wel. Oh, ja. Hoeveel is die waard? €7. Oké, dat is voor een trainerkaart. Een trainerkaart, ook best veel, ja. Oké, en Energy. Crocorock. Behem. Braixen. Hallo. Is dat niet scherp, hè? Ja, Braixen. Dreepy. Vulpix. Emolga. Chimeco. Bunary. Oh, shiny Alakazaming. Nice. Oh, hij heeft twee shinies vandaag. Nee. Nog een shiny. Oeh, deze is heel vet. Radiant Alakazam. Radiant Alakazam. 1,50 maar? Ja, die shiny kaarten vind ik wel echt vet. Die hardcover ik ook meteen. Ik zag trouwens in mijn doos dat heel veel van die kaartjes die ik gewoon had... gewoon in zo'n sleeve heb bewaard, allemaal gebogen zijn. Moet je straks maar eens kijken, dat is echt niet oké. No. Maar ook gewoon niet een beetje, maar echt gewoon zo. Ja. Ja, maar dat blijft gesleeved. Ja. Ik bedoel, als ik zo'n kaart laat liggen, is die ook niet meteen bol. Nee, maar dat komt omdat er holographics zijn. Dus een speciaal laagje overheen. Oh. En dan droogt dat uit en dan gaat het meer steeds meer trekken. Ah, Padding weet er alles van, hè. Hij is een slimpie. Niet te verwarren met... Zo'n smarty pants. Niet te verwarren met grab jacket. Ja. Dat deed hij vanochtend. Ja, inderdaad. Kledel. Worker. Hé, die zit in Scarlet and Violet. Sun Florying. Die moet je vinden, 10. Solosis, Zubat, LGM, Fungus, Sandygast, er zit een goede kaart achter. Reverse Holo Crocorock en Alolan Vulpix V-Star. Die gaat die sowieso laten komen waarschijnlijk. Ja. Deze is heel vet. Yo. Dit is een coole kaarting. Ik ga straks nog even kijken of ik nog... Ik denk dat ik die mal wel uit de... Wacht, word ik nou gebeld? Ja, zo kan er een Worst HP max. Ja, ik word gebeld, maar die ga ik niet opnemen. Die vrijdaging. Doei. Nou, dat is niet van mijn werk, denk ik. Oh. Want dan word ik meestal gebeld door een bekend nummer. Dit was een onbekende nummer. Ja. Als het echt zo belangrijk is en het is een onbekend nummer, dan bellen ze wel terug. Die Rainbow ook wel. Ik denk alleen dat ik die man wel eruit ga halen. Ook al is het wel een hele vette kaart. Nou, ik koop eens tekort. Nou, niet per se tekort, maar ik vind als het niet nodig is, is het niet nodig, zeg maar. Maar dat vind ik altijd lastig om te bepalen. En ik kan zeggen, ik heb een heel doosje bij je. Oh. Mocht ik allemaal nog fucking vet tracken, dan roep ik je meteen. Mag je die Lugia? Je hebt mij nu beloofd dat je die Lugia zou trekken, dus dan moet je, die moet sowieso eentje van je houden. Nee, shit. Totdat je die Lugia trekt natuurlijk. We hebben zo'n Fire Energy, een Identified Fossil, Glalie, Candice, Marini, Mistrevus, Swablu, Swirlix, Rotom, Alternate Art Rockruff en een Draglock Holographic. Draglock? Draglock? Oh nee, Dracopult. Draglock is de nieuwe Pokémon hier. Nee, Draglock is de voor-evaluatie. Ja, Draglock is de voor-evaluatie. Ja, je hebt Dreepy, Draglock en Dracopult. Oh, ik vergeet die naam altijd van die midstage. Nou, ja, maar die midstage boeien toch niet, want hoe lang heb je die nou? Ik heb nou trouwens die pseudo helemaal gevoel evolved. Hij is best grappig. Ja? Hij heeft alleen heel veel weg van Duraludon. Die Steel Dragon van... dat is wel een beetje jammer. Ja, maar hij is wel beter, ja. Okay. Hypno, Archon, Serena, Pikachu, Noibat, Togedemaru, Sandile. Als hij schil stelt, scherp stelt. Als hij schil stelt? Ja. Bij mij kwam dat ook niet met die Yu-Gi-Oh kaarten de hele tijd. Swirlix. Nee, maar met kaarten is lastig. Ja. Reverse Hollow Smeargle en Delphoxing. Je krijgt het wel beter voor elkaar dan ik. Ja, ik heb ze iets dichterbij. We zijn halverwege, hè. Dat is mijn traditionele show what you got. Ronde. We hebben zo'n Holographic Dracopult. We hebben Alternate Art Rockruff. We hebben een Full Art Mawile. We hebben een Rainbow Candice. We hebben het Alternate Art Jinx, die ik nog steeds echt erg vette kaart vind. We hebben deze Alolan Vulpix VMAX. We hebben Shiny Alakazam. We hebben Raihan Full Art. We hebben Ursaluna V. We hebben Archops Holographic. We hebben Stuntank V. En we hebben een Rapidash Holographic. Jinx, die krijgen niet zo heel vaak TCG kaarten. Nee. Vanwege het content. Ja. Ik denk, ik wou net zeggen, ik denk zelf. Er kan echt geen andere reden zijn daarvoor. Volgens mij had ik daar maar ook echt maar 3 verschillende pokerkaarten, omdat de Uri Geller die had gestrikt. Ja. Maar die had hij nu geunstriked, toch? Dus misschien dat in de volgende sets wel weer komen. Ik had een Radiant Alakazam, dus misschien dat daardoor is. Daar moet Kadabra er ook wel in zitten misschien. Lance, Archon, wacht. Iedereen die doet mee, die lijkt een Murkrowflame. Ah. Ja, behalve Archon. Ja. Die wil niet. Archon, Clang, Feebas, Fennekin, Spinarak, Beldum, Krogunk, Reverse Hollow Esper en Incineroar, je favoriete Pokémon! Hij mag hem houden. Dat is lief, dat ik jouw favoriete Pokémon mag houden. Daarom afvoer dat hij gewoon echt stiekem op zijn tas zit. Ja, en we sneaky, net zoals die... Smirnoff, die icing. Dan volgens heel geschoren pakt hij level op de ruimte zo en doet Incineroar kaart. En dan ziet iedereen dat het je favoriete Pokémon is. Dat horen ze nou allemaal. Draglock. Ah ja. Metang. Anorith. Beldum. Baltor. Sunkern. Vampy. Indeedee. Reverse Hollow Archon. En Unown Fee. Wow. Coole kaarting. Ook nog de V. Uno van Victory. Oh lol, ja. Inderdaad. De V van Victory. Inderdaad. Victory symbol, inderdaad. Ja, ja. Dat komt omdat hij straks die Lugia gaat poelen. Dat heeft hij me zo net namelijk beloofd. Oh. Ja. Die is alleen nooit meer op tijd hier, dat is wel een beetje sad. Niet zo Pokémon in net zoveel boxen. Jawel, eventueel in de mos, dus relatief in de buurt. Ah. Maar is hij ook open op zondag? Het is zaterdag. Nevermind. Deze is sowieso open. Ninetales. Nee, Leafy Camo Poncho. Slurpen. Typisch iets voor Milan, ja. Bunary. Dreepy. Vampy. Fletchling. Godsamme, het gaat echt kut. Een Chimeco, een Reversal Sigalith en een Zygarde. Hondvorm, 50%. Doggo. Chimeco's voor evaluatie. Is een Engels, hè? Chingling. Ja, Chingelingeling. Dit is dubbel Engels. Dubbel Engels. Dat is Chingelingelingelingeling. Oh, ik weet de eerste kaart al. Of de vierde, of de vijfde. We hebben hier zo'n Darkness Energy Jinx, Toxapex, Professor Leventon, Noibat, Snowrunt, Sandile, Fennekin, Lycanmurkrow Flavor, Dragapult en een Cerorora Ring. Over een film hebben we niet over praten. Nou, net als Lugia. Maar die wil je toch dat we pakken. Om die film te promoten. Nee. Omdat ik jou het geld gun. Monies. Monies. Ah, even plassen. En dan... Ja, en dan? Energy. Een rondje van de zaak op Milan. Vigard. Hypno. Honchkrow. Petalil. Litten. Lycanmurkrow Flavor. Alweer? Ja. Oh. Swablu. Gewoon je hele familie hebben gepakt, jongen. Fenonaring en een holographic Articuno. Oh, die is ook wel vet. Articuno. Nice. Dat is wel de eerste vogel, hè? Ik had ook een Articuno in de TCG die ik veel gebruikte, maar dat was thuis X en Y. Ja, die kreeg je volgens mij ook in bij zo'n... ja, die was ook best wel goed. Vooral voor het begin. Wat zeg je allemaal? Dat ik ook een kakje moet zetten. Oh jee. Shitting. Net als Sandering vanmorgen. Ja, toen we weer echt de komende 3 uur niet komen. Had je de deo niet gebruikt? Wacht, stond er deo? Er staat toch een deo hier op tafel? Oh ja, dat had gekund. Nou ja. Een Palisand, een Dragonair, een Toxicroak, een Ponyta, een Venonat, een Dewpider, een Spinda, en een Feebas, en een Ninetales, Reverse Hollow en een Keldeo. Wat veel legendarisch in deze set. Ja. Ik heb ook al Fion en Victini. Ja. En Cerorora. Victini ook? Ja, Victini ook al. Oh, die heb ik niet onthouden. Oh. Serena, Regenerative Energy, Duotion, Marini, Indeedee, Beltoy, Sunkern, Klink, Reverse Hollow Jinx en Arcanine. Of Arcatine. Gaat alles goed? Arcatine. Arcanine of Arcatine? Je moet een grab jacket. Dat is wel lit. Ik ga niet zeggen welke Pokémon de vijfde kaart is, maar hij is wel lid. V-Starring. Wailord. Raichu. Torracaring. En daarna Litten. Petalil. Chinchou. Ferroseed. Pikachu. Reverse Hollow Binary. En een Klinklang. energy for ik voel het. Energy. Ja, een Incineroar energy. Draco. Energy. Meteen. Anorith. Pikachu. Noibat. Togedemaru. Sandile. Oh, dit zijn twee kaarten. Swirlix. Het wordt een goede kaart. Belnem en een Chestnut. Het viel mee. Chestnut. Maar kan erger. Ja. Zoals Torek. Oh. Torek-adding. Deze man. Deze man, hé. Ja, sowieso. Ik vind die emboring wel heel leuk, denk ik. Emboring? Die vind je boring? Die vind ik zeker boring. En Venusaur. Venusaur is echt boring, maar die is niet per se lelijk ofzo. Oké. Okay. Ik vind Ember wel... ja, die vind ik echt leuk. Een Quadstone. Morpeko, of Morpeko. Capturing Aroma. Klink. Stunfisk. Togedemaru. Esper. Smeargle. Reverse Holo Rapidash. En een Holographic Medichamming. Kijk, kijk dan. Draw me like one of your French girls. Hij ligt een beetje zoals Sokka toen, yeah, toen Zuko binnenkwam. Ja. Omdat hij wachtte op Suki. Draw me like one of your French girls. Oh. Een Steel Energy, een Jinx, een Toxapex, een Professor Leventon, een Dewpider, een Ponyta, een Venonering, Ralt, Spinda, Reverse Holo Dedenne en een Isabella. Isabella. Wat ziek. Heel ziek. Oh, er zit een glimmende kaart achter, ik zag het al. Oh. Dat is die Lugia. Water Energy, Sunflora, Primordial Altar, Dedenne, Meditite, Durant, Ralts, Fletchling, Dratini, Reverse Holo Aroma en een Skuntank. Wacht even. Alternate Art. Alternate Art. Ja, die had ik gezien ergens bovenaan de lijst. Ja, die... Ik zag ook een Skuntank V hoog. Dat is ook wel een grappige kaart. Die ja. Ja. 20. Zo! 20 euro in! Dat is wel nice. Oh, een mooie glimmende. Maar het is geen hoekje. Kan nog komen, ik heb nog 5 packies. Nee, dat klopt. En als hij niet komt, is het Sanders schuld. Want hij zei dat er een zou komen. Nee. Oh, jij hebt het mij beloofd. Dark, van die stunk-tanking. Palosand, Dragonair, Toxicroak, Smeargle, Esper, Dratini, Chinchou, Meditite. Oeh, een Malamar... Malamar Alternate Art? Nee, ja, ja, een Malamar Alternate Art. Oeh, die is vet. En Among Us. Sus. Kinda heel raar. Deze kaart is echt vet, die Malamar Alternate Art. Hoe is dat onbekend reden? Nee, dat is die ene dude van X en Y van Team Flare. Die dan zo bij die knoppen staat. Wil je blauw indrukken of wil je rood indrukken? En dan maakt niet uit wat je doet, want dat gaat altijd af, dat wapen. Huh? In X en Y, als je dan zeg maar bij Geosange Town heb je zo'n... die rare, die half kale. Ik zie het nu. Ik zag, ik kon het niet zien, maar nu zie ik hem. Ja. Ja, die dikke. Xeronokwa. Ja, dat is dan goed in. Ook met bomen en zo. Xeronokwa dus. Zo heet hij volgens mij. Een Clang, een Cladle, een Worker, een Growlithe, een Misdreavus, Wilmer, Murkrow, Emolga, Reverse Hollow Swablu en een Delphox. Ja, die was wel lijp. Vol met smaak. Ik schrok als Ali. Waar schrok je van? Ik dacht als Ali. Ali? Ja, hoe is die gevangenis ontsnapt? Wailord, Raichu, Torracat, Stunfisk, Vulpix, Snorunt, Fletchling, Ferroseed, Growlithe en Gardevoir. Nog twee pakelde catjes. Ik had dan gisteren echt extreem veel geluk met mijn box of zo. Nou ja, je had wel echt een paar hele goeie. Maar dat vond ik de vorige keer die je op stream had gedaan, dat vond ik ook heel erg. Had je echt heel veel de goeie tegelijkertijd, zeg maar. Maar ook jij hebt helemaal niet de hele verkeerde kaart. Nee, dat klopt. Maar je hebt niet echt hard hitters. Nee. Want als mijn rainbow die is die Candice, dat is denk ik de slechtste rainbow die je kan poelen. Je maakt kapoting! Making it kapoting. Nee, ik had echt 2 golden rares en alles. Ja, oh ja, nou dat gebeurt al bijna nooit. Weet je, 1 kaart is al best. Inderdaad. Lance, Archon, Wilmer, Dratini, Feebas, Vulpix, Drowsy, Reverse Hollow Glalie en een Crocodile Holographic. Ook wel vet. Qua art. Jawel. En het laatste pakelde catje gaat nu open. Sorry? Daar is helemaal geen holo in. Nee, dat is niet de vibe die ik zoek, hè. De vibe die ik zoek is zo'n Lugia. Ja, dat moet wel. Dat heb ik me beloofd. Een Quadstone, een Morpeko, een Capturing Aroma, een Rufflet, een Fennekin, een Durant, een Emolga, een Beldum, een Reverse Hollow Venomoth en een Alolan Vulpix Viing. Oké. Decent. Er kwam opeens geluid uit de wc. Ik heb ook iets geweldig gepresteerd. Wat? Ik heb een 9 kunnen maken van wat. Echt oprecht. Ik kreeg in de vorm van een 9. Kabooming! Kun je nu ook nog een 6 maken, wou ik zeggen. Nee, dat lijkt me ook geen goed idee. Ik geloof je wel. Ja, ik geloof je. Nando is zo knap, hè, dat hij dat kan. Ik geloof hem ook nog.